Hoi en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkus en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we een heel apart bloemstuk maken. Ik heb hier een mooie lantaarn. Ik heb hier de Oasis Terra Brick. Daar gaan we vandaag mee aan de slag. Heb jij er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op het kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je toch voor alle leuke video's die ik maak. En wil je het pakket van vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt er onder kopje cursuspakketten. Wees snel bij, want op is op. En dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Vandaag gaan we aan de slag met deze prachtige lantaarn. Met kerst heb ik een soortgelijk in het heel groot opgemaakt. En ik kreeg heel veel vragen of ik een keer weer zoiets wou opmaken. Maar dan een slagje kleiner, zodat het voor iedereen overal goed neer te zetten is. Dat gaan we vandaag doen. Dat doen we met de Oasis Terra Brick. Misschien herken je hem wel. Ik heb hem wel eens eerder gebruikt. Het ziet er zo uit. Het ziet een beetje uit als zand, maar dat is het niet. Het voordeel is, je kan deze in de groenbak gooien als het klaar is. Maar je kan hem ook hergebruiken. Dat vind ik echt een pluspunt. Want steekschuim gooi je na één keer gebruik weer weg. Deze kan je weer gebruiken. En wat ook eventueel leuk is, je kan ook zaadjes erin zaaien. Leg je hem in de tuin of wat dan ook. Komen er weer leuke bloemetjes uit. Dus daarvoor kan je hem ook weer gebruiken. Dus je kan er alle kanten mee op. Hij heeft dus het ook oké compost keurmerk. Dus je mag hem op de compost erop doen. En de TUV keurmerk. En dat herken je aan dit logootje. Goed, genoeg gezegd. We gaan gauw gaan beginnen. Want dit gebruik je iets anders dan gewoon normaal steekschuim. Dus ik laat jullie dat precies even zien. Denk je nou aan het einde van de video van ik gebruik toch liever gewoon steekschuim. Je kan hem ook gewoon met normaal steekschuim gebruiken. Maar ik kan het me haast niet voorstellen. Want ik ga je het precies laten zien hoe fijn dit product werkt. Goed, ik heb hier een glas en dan kunnen jullie precies goed zien hoe ik te werk ga. En daarin stop ik de Oasis Terra Brick. Je kan trouwens de houder normaal ook gebruiken, maar dat doen wij nu niet. We gebruiken hem vandaag zonder houder. En je kan hem gewoon snijden. Het is heel mooi stevig materiaal, zoals je kan zien. En die gaan we hierin doen. Ik moet hem even iets kleiner maken. Past mooi. En normaal steekschuim doe je van de voren in het water. Maar deze kan je eerst erin doen en dan kan je water toevoegen. Oh, wel langzaam, Carlijn. En dan kan hij het water opnemen. En zoals je ziet, neemt hij het gelijk heel mooi op. En je kan natuurlijk ook heel makkelijk weer water toevoegen. Mocht je nou een beetje rest over hebben, dan kan je dat eventueel aan de zijkant nog een beetje toevoegen. Zonder hem altijd weg te gooien. Ik gebruik liever alles zoveel mogelijk weer terug. En je zult merken dat het wel iets anders steekt als een normaal steekschuimproduct. Het is een wat steviger product. Zoals je kan zien is mijn product mooi volgezogen met water. En je kan dus later nog toevoegen. Je zult merken, het is dus een mooi stevig product. En misschien iets anders steken dan anders. Maar wel een heel fijn product om mee te werken. Misschien herkennen jullie de video nog van kerst. Hoe we deze in het groot maakten. En we gaan nu een beetje een zomerse voorjaarsversie maken. Wat je doet is je pakt een bundeltje berengras en daartussen leg je een ijzerdraadje. En dan maken we een wikkeling. Dan kunnen we hem straks buigen, dus dat is heel mooi. Dan wikkelen we het, het berengras er eigenlijk omheen met het ijzerdraad. En dit doe je helemaal tot het eind en dat doen we met meerdere bundels.
Ik heb 5 bundels gemaakt en die kan je nou buigen naar je gewenste vorm. En dat komt omdat je natuurlijk dat ijzerdraad erin hebt. En dat maakt hem straks heel speels. En je kan allerlei vormen maken wat je leuk vindt. Dan bakken we het glas met de Oase Terra Brick en daar steken we het berengras in. En op die manier maken we straks een wirwar. Ik doe dat eventjes het glas los, want dan heb je iets meer stevigheid. Omdat hier onderin hebben we een beetje plastic gedaan om hem op te hogen. En dan druk je het plastic naar beneden. En ik zorg dan dat het iets compacter bij elkaar komt. Dat het mooi, ja, een compacte wirwarpoeletje wordt. Dus dat het allemaal sierlijke lijnen bij elkaar wordt. Ik vlecht het als het ware door elkaar heen. En je kan het dan ook aan elkaar weer vastzetten. Je kan een ijzerdraad gebruiken, maar je kan het vaak ook wel gewoon eromheen buigen. Dan ben je dat helemaal niet meer nodig, omdat er al ijzerdraad in zit. En ik kreeg heel veel vragen of ik weer een keer plantjes weer wou gebruiken. Nou, dat wil ik natuurlijk, want dat vind ik alleen maar heel erg leuk. En maak de bloemstuk natuurlijk gelijk apart. Kijk, als de vorm je aanstaat, kan je hem weer terug doen in de houder. Dan gebruik ik Aspidistra blad. En dan maak ik een klein gaatje in het midden van het blad. En daar doe ik het steeltje doorheen. En dan ziet het er zo uit. En die steken we aan de zijkant ook in de Terra Brick. Dus je maakt gewoon een gaatje in het midden. En dan vanaf de bovenkant buig je hem er doorheen. En dat ziet er zo uit. We hebben echt een prachtige basis. Spreken we hem even in met een beetje plakglans. Kijk hoe leuk die basis nu al is. Heel mooi, omdat je dan het lijnenspel van onderin weer bovenin laat terugkomen. Ik kreeg veel vragen of ik weer vaker plantjes in bloemstukken wil verwerken. Ik snap dat, want het lijkt gelijk heel apart van. En wat je dan doet is, je haalt het potje er even af. Het zand laat je er gewoon om. Dan doe je er even mos omheen en dat zet je vast met een ijzerdraadje. Dat kan gewoon met het klosje wat jij ook hebt gebruikt met de sierlijke vormen maken, hè? Dan kan je dat er zo even omheen wikkelen. En dan kan die er zo in het midden bij in. En die doen we ook met een vetplantje. Je pakt even de achterkant en de plant even stevig beet. Dan draai je met de achterkant het potje er voorzichtig af. En dan kan je er voorzichtig een satéprik insteken. En dan kan je die ook in het bloemstuk gebruiken. We willen natuurlijk ook wat bloemen toevoegen, dus dat doen we natuurlijk ook. Let goed op dat je de bloemen ook goed aansnijdt en je kan ze mooi weer tussen steken. Ik voeg gewoon nog even een Tillandsia plantje toe. Ik doe er gewoon een satéprik onderin. En dan voeg ik die ook toe in het bloemstuk. Je kan een zuiderwindlilie lang laten, maar je kan hem ook even buigen naar jouw kringen, sierlijke vormen. En dan maak je hem daar even aan vast met een klein ijzerdraadje. Dan laat je hem mooi meelopen in het stuk. Echt heel apart. En dat doe ik ook aan deze kant.
misschien wil ik deze er zelfs wel een beetje omheen. Dat is het leuke. Je kan later ook nog weer verder buigen. Dan is die kant helemaal niet nodig. Deze kan ik er haast ook achterlaten. Even kijken hoe mooi dit dan al lijkt. Dan wil ik nog even wat extra kleur toevoegen. Dat doe ik door een mooie anje toe te voegen in een heldere kleur. Je hebt natuurlijk geen onbeperkt ruimte, dus daar moet je wel rekening mee houden. Let goed op dat je hem wel in de terrabrik steekt. En anders kan je het plantje even iets omhoog doen, dan heb je iets meer ruimte. En doe het voorzichtig, want de terrabrik is iets steviger dan normaal steekschuim. Dus je zult echt even moeten wennen aan het steken. In de hoogte om het speelse nog meer terug te laten komen. Even wat grasjes en scabiosa bolletjes toe. Ik spray hem natuurlijk nog even in met de Floralife Finishing Touch Spray. Even van een afstandje. Ook goed voor de plantjes. Ja, en dan hebben we echt een prachtig mooi bloemstuk gemaakt. Heel apart, speels. Heel mooi in verhouding met de onderkant. En ook juist die lijnen die aan de onderkant zitten en aan de bovenkant weer terugkomen, maken het heel mooi apart. Ja, de bloemen zijn natuurlijk super sterk op deze manier. Door te werken met de plantjes en het groen heb je een hele mooie sterke basis. Je kan af en toe de bloemen even vervangen, want de terrabrik kan je opnieuw weer gebruiken. Ja, en je zult merken dat de Oasis Terrabrik dat iets steviger is en dat je iets... Ja, steviger, dat het iets steviger is met steken. Maar als je er eenmaal aan gewend bent, dan werkt het gewoon echt heel prettig. Ja, heel mooi als je het mij vraagt. Goed, wil je het pakket van vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.ulnijmermis.nl. Je kan hem dus bestellen met de Oasis Terrabrik. Als je dat wil. Een fijn product, zoals je kon zien, kon ik er fijn mee werken. Daarmee kan je bestellen, maar zeg je ik wil liever met normaal steekschuim, dan kan dat ook. Dan krijg je een Oasis steekschuimblok erbij. Goed, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het weer leuk vond. Vond je het leuk, doe een duimpje omhoog. Volg me op mijn social media kanalen en dan zien jullie mij de volgende keer weer. Doei!